Goedemorgen, u kijkt naar het weerjournaal van Weerplaza.nl. Boven het zuiden een aantal wolkenvelden met lokaal ook nog een enkele bui vanmorgen. Die buien trekken in de loop van de ochtend wel weg. En dan gaat op steeds meer plaatsen de zon flink doorbreken. Met aan het eind van de ochtend in het zuiden al temperaturen rond 20 graden. Daarbij waait het meest matig uit zuidelijke richtingen. En daarmee komt nog altijd warme lucht onze kant op. Sterker nog, een stukje warmer dan gisteren, met 22 tot lokaal zelfs 26 graden. Met vanmiddag op de meeste plaatsen volop ruimte voor de zon. Aan zee waait wel een stevige wind. Vanavond zijn er brede opklaringen. In het westen komen ook een aantal wolkenvelden voor. En het blijft nog enige tijd zacht met temperaturen rond 18 graden. Morgen is het dan een stukje minder warm dan vandaag. Het blijft wel overal droog. Wolken en zon wisselen elkaar af. De wind draait iets meer naar het zuidwesten en de temperatuur loopt op naar zo'n 17 tot lokaal 22 graden. Ook woensdag lijkt nog een droge dag te blijven met temperaturen van regionaal nog 20 graden. Vanaf donderdag dan gaat de temperaturen een stukje onderuit en gaan we ook een grotere kans op regen krijgen. Datzelfde geldt ook voor vrijdag met dan ook iets meer wind dan op de donderdag. En ook later in het weekend lijkt het stevig te gaan waaien. Mijn naam is Wilfred Jansen voor Weerplaza.nl.